Heb je nog vertrouwen in? Nou, ik denk dat we wel even serieus moeten gaan nadenken van wat gaan we doen. Ja, als het aan mij ligt en het is vanavond stil, dan is de inpak in wegwezen. Dus gaan we morgen weer verder. Dikke shout-out ook naar Mark. Oh, wat een beelden. Wat een omgeving. En eindelijk wat een vis ook. Ja, de vissen die liggen dus hier in het baaitje daarachter. Ik zie er echt een stuk of 20 zwemmen. Ja jongens, kijk eens aan. Veruit de grootste, maar een van de allermooiste vissen. In ieder geval de manier hoe ik hem heb gevangen. We zagen ze dus al liggen. Met de drone hingen we erboven toen we de hengels uit gingen leggen. En een van zijn broertjes, die dook gelijk naar beneden. Die miste hem. Het was echt heel mooi geweest als we die hadden gepakt. Toen bleef het heel lang stil. Maar goed, wachten is beloond. Kijk eens, deze fantastische riviertorpedo. Oh jongens, wat een pret. Zo mooi om ze zo uit te lopen en dan zo voor je neus weg te vangen. Ik ga hem wel snel terugzetten. Het is echt een minivisje hoor. Maar de beleving en het avontuur, nou niet normaal. Heerlijk. Ik heb hem snel weer teruggelegd. Ik lig echt 2 meter hiervoor te vissen. Dus wie weet loopt hij zo meteen nog een keer af. Stalken was succesvol. Marco die heeft bijna de hele dag in 32 graden als een reiger aan de overkant gestaan. Ik dacht, ik kies eieren voor mijn geld, ga terug naar de stek. Er moest nog wat werk gedaan worden en we gaan het vandaag wat groter aanpakken. 6 hengeltjes. Ik praat ook nog steeds zachtjes, want de vissen zwemmen in en uit en in en uit. Dus we hebben er gewoon flinke vertrouwen in. Deze hengel gaat gewoon hier midden in de vaargeul of de zwemroute van de vis. En hopelijk loopt hij zo snel mogelijk af. De eerste vis in de nacht. Mooi schubje. En Marco die was er gelukkig vroeg bij. En daar ging er echt keihard vandoor. Ik ga hem lekker snel terugzetten en dan op naar de volgende vis. We hebben hem. Goedemorgen jongens. Vannacht was het een schub. En nu is het een prachtige spiegel. Oh, ik blijf hier wel een beetje vastzitten in het wiel. Maar...
ging er weer knijterhard vandoor, zat vast, dus we moesten met de kajak erheen. En ik denk dat hij mij nu natte billen gaat bezorgen als ik eruit wil. Maar dat hebben we er allemaal voor over, toch? Hoppakee. Bekende vis. Bekende vis. Ja? Jij had gisteren. Ja. Meen je niet? Ik zweer het je. Ja, waar het op de eerste rivier van onze trip een beetje tegen zat, niet qua avontuur en omgeving, maar wel qua vangsten, gaat het hier helemaal los. Dubbel vangst. Echt vlak achter elkaar kwamen ze. Misschien kennen jullie deze vis nog van gisterochtend. Kwam er bij Mark ook al een keer voorbij. Maar goed, het mag de pret niet drukken. Ja, en daarom zou je ons misschien wel voor gek verklaren. Maar wat wij gaan doen is we gaan opruimen, inpakken. En we gaan eigenlijk een nieuw avontuur tegemoet, hè? Jazeker. We weten nog niet precies waarheen. Dus we gaan eerst inpakken. Gaan we naar de auto. En dan gaan we dan eens kijken waar de reis ons daarna gaat brengen, jongens. Ik neem ook nog wel even snel een sprong hier in de rivier, hoor. Ik heb niet echt gedoucht de afgelopen dagen. Ik weet het niet. Het is heel mooi weer vandaag. Fantastisch, jongens. Ah, ja. Kijk, wat vind je hiervan dan? Kijk. Ja, dat ziet er ook mooi uit. Ja, vind ik ook mooi. Mag je nachtvissen? Ja, dit is dus waar je mag nachtvissen. Dus het wordt of deze, ja. Of die ene wat we met Michiel. Als hij er wat van gehoord heeft. Ja. En anders lijkt mij gewoon pats deze, ja, toch? Ja, voor mij ook, ja.